Mijn kledingstijl. Nou, dat varieert heel erg. Het ligt er maar net aan hoe ik me voel. Ik heb echt heel veel verschillende stijlen. Dus de ene dag heel sportief, de andere dag hip, de andere dag stoer. Ja, het ligt er maar net aan. Go! Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je tas bij je schoenen of zo past. Ja. Let je daar altijd op? Dat het, Ja, vind ik wel. Dat heb ik echt van mijn moeder. Want die is heel erg met je sjaal en je tas en je schoenen. Dat moet allemaal bij elkaar passen. Je oorbellen. Oh ja? Ja. Maar ik heb niet zo extreem. Maar ik vind het wel belangrijk. En ik vind het ook leuk als ik bij andere mensen zie van... Hé, ze heeft over nagedacht dat iets klopt of zo. Dat je een Spaanse vader hebt en je komt uit Ibiza. Ja. Heb je ook nog Spaanse invloeden in je kledingkast of garderobe? Jawel, ik heb ook heel veel gypsy, een beetje zigeunerachtige, van die een beetje Spaanse rokken. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja. En heb je ook nog dingetjes die je echt speciaal in Spanje koopt of kan kopen? Nou, ik koop daar wel eens op de hippiemarkt of zo. Of dat soort dingen. Of van die jurken die nu weer een beetje in zijn met stipjes erop en zo. Ja, dat is toch een beetje Spaans. Ja. Ja. Wat is je duurste aankoop geweest tot nu toe? Mijn laarzen die ik heb. Wat voor laarzen waren? Waar heb je die gekocht? In Londen. Ja. Bij Harrods. Het zijn blauwe Anna Sui laarzen. Ja. En die waren 1000 euro. Maar ik dacht gewoon niet bijna. Ik dacht, nou, ik vind ze leuk. En ik dacht, gewoon ja, ze zijn stoer, niemand heeft ze en zo. En uiteindelijk heb ik ze nu 2 keer gedragen. Ja, het is echt heel zonde, maar het zijn heel moeilijk te combineren. Je kan er geen broeken in doen. En om er gewoon een broek overheen te dragen is gewoon zonde, want het ziet alleen maar een ronde neus. En dat is gewoon eigenlijk niet zo. Dus of op een rokje of een rok, maar ja. Nou, ik vind wel gewoon voor tanktops en dat soort simpele truitjes en dingen waar ik gewoon relaxed is, gewoon bij de H&M. Dat blijft gewoon altijd voor mij gewoon relaxed. Ja. Het is wel leuk hoor, in een boom liggen, maar ik laat mijn bil maar niet zien. Ik voel de helft niet meer.